Welkom bij Smiling Spirit Yoga. Leuk dat je er weer bent. Je mag in kleermakerszit gaan zitten. En zet dan je handen in een gebedshouding voor je borst. Als je inademt, duw je zo hard als je kunt tegen je handen. En als je uitademt, laat je los. Adem in door je neus, duw je handen zo hard als je kunt tegen elkaar aan. En adem uit, laat los. En probeer ook spanning los te laten. Adem in, duw zo hard als je kunt. En laat los. Adem in, duw zo hard als je kunt. En laat los. En dan adem je in, strek je arm omhoog. En als je uitademt, buig je naar voren, zet je je vingertopjes neer of zet je je handen neer. Je laat je nek ontspannen, je hoofd ontspannen, laat je schouders ontspannen. En adem dan eens heel diep in naar je borst. Maak je borst helemaal bol, zet hem uit. En laat los. En dat doen we nog twee keer. Adem maar heel diep in. Naar je borst, maak hem bol, zet hem uit. En laat los. Probeer je heupen te ontspannen en je onderrug. Ontspan vooral je schouders. Laat ze zacht worden. Diep wegzinken. En dan kom je langzaam weer terug omhoog. Je brengt je armen naar de zijkant. En je gaat hele kleine rondjes cirkelen. En probeer daar hele snelle kleine rondjes van te maken. Blijf rustig ademhalen met je borst. Je rug is recht. Je buikspieren zijn licht aangespannen. Je ontspant je benen zoveel mogelijk. Maak maar kleine, snelle rondjes. En strek ook die vingertopjes. Houd spanning op je armen. En dan gaan we ook de andere kant opdraaien. Weer kleine, snelle rondjes. Heel goed. En dan zet je je linkerhand neer. Je strekt je rechterarm omhoog. Je ademt in. En als je uitademt, buig je naar de zijkant. Voel die zijkant strekken. Blijf hier ademhalen naar je borst. Je kunt omhoog kijken of je kunt naar beneden kijken. Voel die rechterzijkant van je lichaam strekken. Open de zijkant van je lichaam. Open je borst. Heel goed. En dan gaan we de andere kant doen. Kom langzaam terug in het midden. Strek omhoog, adem in. En als je uitademt, buig je weer naar de zijkant. Kijk omhoog of kijk naar beneden, wat jij prettig vindt. Voel die linkerzijkant van je lichaam helemaal strekken en openen. Blijf rustig ademhalen. Probeer ruimte te maken in je lichaam. Bij je borst. En dan kom je langzaam terug in het midden. Dan pak je je knieën vast. Op een inademing buig je naar voren en draai je met de klok mee. Adem in voor, uit achter en draai. En met deze draaiing maak je je onderrug lekker los. Misschien maak je ook wel je bovenrug los tussen je schouderbladen. Beweeg maar heen en weer. Draai maar zo snel of zo langzaam of zo diep. Zoals jij het prettig vindt. Maar probeer bij deze draaiing een beetje over je stuitje heen en weer te bewegen. Daar waar je eerste chakra is. En dan kun je jezelf aarden. Vanuit je hoofd in je lichaam komen. Een hele goede oefening om te doen. Als het bijvoorbeeld 's avonds laat is en je zit nog heel druk in je hoofd. Kom uit je hoofd in je lichaam. En beweeg maar heen en weer zoals jij prettig vindt. Maak je schouders los. Maak je onderrug los. Blijf rustig ademhalen met je borst. En dan gaan we ook de andere kant opdraaien. Begin weer voor, adem in en uit achter. En merk dan meteen op dat misschien één kant makkelijker ging dan de andere kant.
Aan het begin gaan ze allebei hetzelfde. Dat kan natuurlijk ook. Blijf goed ademhalen. Lekker draaien. Beweeg heen en weer over je stuitje. Heel goed. En dan kom je weer terug in het midden. Ga je goed rechtop zitten. En dan breng je je kin naar je borst. En duw je kin even tegen je borst aan, zodat je die strekking voelt aan de achterkant van je nek. Duw je kin maar goed tegen je borst aan. Voel die achterkant van je nek strekken. Houd je schouders ontspannen. Je rug is recht. En blijf rustig ademhalen. En breng dan langzaam je hoofd weer terug omhoog. En dan kom je op je handen en knieën. Zet je handen goed onder je schouders. Dan span je je buikspieren aan. Je komt op je tenen en op een inademing kom je alleen omhoog met je knieën. Houd hem goed vast. Adem uit, breng je knieën weer terug. Adem in, kom omhoog. Span die buikspieren aan, duw je benen een beetje tegen elkaar aan. En adem uit, kom langzaam weer terug. Heel goed. Doe dat nog een paar keer. Adem in, kom omhoog. Span die buikspieren aan. Duw je tenen in de mat. En uit. Adem in, kom omhoog. Houd hem vast. En los. Heel goed. Oké. En dan stek je beide armen even helemaal naar voren, zo ver mogelijk als het lukt. En probeer je je borst naar je matje toe te brengen. En dan kijk je of je met je borst op je matje kunt komen, of met je kin. Of misschien leg je gewoon je voorhoofd op je matje neer. Als je niet zo heel erg flexibel bent in die schouders, dan is het fijn om alleen maar je voorhoofd op je matje neer te leggen. Adem heel erg diep in naar je borst en naar je schouders. Probeer daar ruimte te maken. Je wil die schouders ontspannen. Spanning in je schouders los te laten door heel diep adem te halen. Je borst helemaal bol te maken, uit te zetten en dan los te laten. Zink maar langzaam naar je matje toe. Ontspan in je schouderbladen. Elke keer als je uitademt voel je je verder zakken. Voel je die spanning. Adem maar diep in en uit. Gebruik die ademhaling om dieper in de houding te komen. Spanning tussen je schouderbladen los te laten. En dan adem je in. Kom je langzaam weer terug omhoog op je handen en knieën. En zorg altijd dat je je armen gestrekt houdt als je op je handen en knieën bent. We gaan de koe en de kat doen. Op een inademing kijk je omhoog, trek je je schouders naar achter. En op een uitademing maak je een bolle rug, trek je je buik naar binnen, duw je handen van je af. Laat je je hoofd ontspannen hangen, je kin is richting je borst. Adem in, kijk omhoog, trek je schouders naar achter, holle rug. Adem uit, een bolle rug, trek je buik naar binnen, duw je handen van je af. En beweeg maar heen en weer zoals jij het prettig vindt. Misschien wil je wat sneller gaan op je in- en uitademing. Of misschien wil je juist heel langzaam gaan. Voel maar hoe het voor jou prettig is. Heel goed. En dan de laatste. Adem in, holle rug. En adem uit, een bolle rug. En dan stap je met je rechtervoet aan de buitenkant van je rechterhand. Je strekt je linkerbeen helemaal naar achter. Je leunt in je linkerheup. En dan gaat je rechterarm omhoog en die probeer je helemaal achter je te brengen aan de zijkant.
En kijk ook maar naar achter. Laat tegelijkertijd je heup naar beneden zakken. Strek je arm naar achter. Kijk naar achter en voel die draaiing bij je rug en bij je schouders. Blijf rustig ademhalen. En breng dan je rechterhand weer terug. Zet hem aan de buitenkant neer van je voet. En dan ga je je rechterbeen strekken. Misschien kun je je tenen naar je toe trekken. Je heupen en je billen gaan wat naar achter. Je kunt je handen neerzetten of misschien je vingertopjes. En dan laat je je hoofd ontspannen naar beneden hangen. En je voelt die achterkant van je rechterbeen strekken. Blijf goed ademhalen. Laat je nek ontspannen. Gebruik weer die ademhaling om spanning in je lichaam los te laten. Nog 3. Nog 2. De laatste. En dan adem je in. Kom je langzaam weer terug omhoog, terug op je handen en knieën. En dan gaan we de andere kant doen. En dan stap je met je linkervoet aan de buitenkant van je rechterhand. En dan strek je je rechterbeen zo ver als je kunt naar achter, zodat je goed in je rechterheup kunt zakken. Heel goed. En dan strek je je linkerarm omhoog. En dan breng je je linkerarm helemaal naar achter. En kijk ook omhoog en naar achter als dat lukt. Heel goed, houd hem vast. Blijf ook goed ademhalen met je borst. Dus je heup zinkt naar beneden. Je arm strekt omhoog en naar achter. Blijf rustig ademhalen. Nog 3. Nog 2. En de laatste. En dan kom je langzaam weer terug. En dan ga je nu je linkerbeen strekken. Breng je heup en je billen een beetje naar achter. Strek je linkerbeen en misschien kun je je tenen wel naar je toe trekken. Dan laat je je hoofd ontspannen hangen. Rustig ademhalend naar je borst, naar je schouders. En misschien ben je op je vingertopjes. Of misschien ben je op je handen aan het leunen. En misschien kan je been wel helemaal niet strekken. En is je knie een klein beetje gebogen. Dat is ook prima. Rustig ademhalend. Nog 3. Nog 2. De laatste. En dan adem je in. Kom je weer terug omhoog. Terug op je handen en knieën. En dan zet je je tenen in je matje. Duw je heup en je billen omhoog en naar achter. En komen we even in de hond. Laat je hoofd ontspannen hangen. Laat je nek even lekker ontspannen. Schud hem misschien even los. En dan loop je met je handen naar je voeten toe. Dan buig je door je knieën. En dan leg je je handpalmen onder je voeten. Dus je draait je handen, zodat de bovenkant van je handen op je matje is. En de zool van de voet, de zool van je hand raakt. Of de binnenkant van je hand, de palm van je hand. Je knieën kunnen gebogen blijven als je dat wilt. Laat je hoofd ontspannen naar beneden hangen. Laat je schouders ontspannen. En je trekt aan je armen. Dus je wil die strekking voelen aan je polsen, aan je armen. En misschien wel tussen je schouderbladen. Laat je nek helemaal ontspannen. Trek je armen omhoog. En misschien kun je ook je knieën naar achter buigen, maar dat hoeft niet. Dan voel je ook die strekking bij je onderrug. Dus het belangrijkste is de strekking aan je armen. Trek die arm omhoog. Voel die polsen strekken.
Voel je schouderbladen strekken. Blijf rustig ademhalen naar je borst. Trek je buik naar binnen. Duw je knieën naar achter als je dat prettig vindt. Met gestrekte benen als dat lukt. Blijf ademhalen. Strek je polsen en je armen. Heel goed. Dan ga je op een inademing omhoog kijken. Dus til je hoofd op. En als je uitademt, laat je je hoofd weer even helemaal lekker ontspannen hangen. Adem in, strek op, kijk omhoog. En adem uit, laat je hoofd ontspannen. Doen we nog één keer. Adem in, strek omhoog. En uit. En dan mag je je handen losmaken. Blijf je nog heel even lekker hangen. Adem nog maar een keer diep in naar je borst. En los. En dan buig je iets door je knieën en kom je langzaam helemaal terug omhoog. En kom dan langzaam helemaal terug omhoog. En kom dan in het midden van je matje te staan. Je voeten zijn heupwijdte uit elkaar. En dan gaan we adelaarsarmen maken. Breng je linkerarm voor en sla je rechterarm eromheen. Strengel je vingers in elkaar, als dat lukt. En zet dan je handpalmen tegen elkaar aan en kruis je duimen. Als het nou niet lukt om je vingers in elkaar te strengelen, pak dan alleen je duim vast. Dan span je je buikspieren aan. Je ademt in, je draait helemaal naar links met je bovenlichaam. Kijk naar achter, je ademt uit, je komt weer terug in het midden. Dan gaan we naar de andere kant, adem in, draai helemaal naar rechts. Kijk naar achter en kom terug in het midden. Adem in, draai naar links, kijk naar achter, terug in het midden. Adem in. Kijk naar achter, terug in het midden. En dan doen we allebei de kanten nog één keer. Adem in. Draai. En uit. Adem in. Draai. En uit. Dan adem je in, breng je ellebogen zo hoog mogelijk omhoog. Je hoofd gaat naar achter. En als je uitademt, trek je je buik naar binnen en buig je helemaal naar voren. Laat je hoofd en je nek ontspannen hangen. En dan probeer je als het ware je armen los te trekken. Maar dat lukt natuurlijk niet, want je zit helemaal vastgestrengeld. En dan voel je dat je die schouderbladen gaat aanspannen. Adem heel diep in naar je borst en je schouderbladen. En laat hem dan weer los. Doen we nog een keer. Adem diep in naar je borst, naar je schouders. Voel die spanning op je schouderbladen. En laat los. Laat je nek ontspannen hangen. En om omhoog te komen, duw je voeten goed in de mat. Je spant je buikspieren aan. En dan kom je langzaam weer helemaal terug omhoog. Houd die adelaarsarmen, want dan gaan we ook nog de balansoefening doen, de adelaar. Breng je voeten bij elkaar. Sta op links. Buig je knieën. En sla dan je rechterbeen om je linkerbeen heen. En misschien wil je gewoon je rechter tenen neerzetten aan de zijkant van de mat. Misschien kun je je voet optillen en echt balans houden. En misschien lukt het je zelfs wel om je voet helemaal achter je linkerbeen te haken. Probeer het maar. Trek je buik in ieder geval naar binnen. Adem naar je borst. En focus ergens voor je op de grond. Hou die focus vast. Kijk naar een punt. Of een punt op de muur, dat mag ook. Dus je moet je arm ook een beetje naar de zijkant brengen. Niet voor je hoofd houden, want dan zie je niks. Blijf vooral ademhalen. Houd je adem niet vast.
Hou die focus vast. Concentreer je op je balansoefening. Probeer nergens anders meer aan te denken. Rustig ademhalend. Heel goed. En dan kom je aan de voorkant van je matje te staan. Je ademt in, je strekt je arm omhoog. Je ademt uit, je buigt naar voren, je pakt je benen vast. Adem in, breng je hoofd naar je knieën. Adem uit, zet je handen en je vingertopjes neer. Adem in, kijk omhoog. En adem uit, stap naar achter in de hoge plank. Houd hem vast, span je buikspieren aan. En dan komen we in een opwaartse hond. In de opwaartse hond probeer je je billen te ontspannen, je onderrug te ontspannen, je benen te ontspannen. Adem een keer diep in naar je buik, maak je buik bol, zet hem uit en laat je buik naar beneden zakken, naar je matje toe. Voel die druk in je onderrug. Trek je schouders naar achter. Trek je kin een klein beetje op. Blijf rustig ademhalen. Gebruik die ademhaling om dieper in de houding te komen. Dan span je je buikspieren wel aan en kom je even in een kindshouding. Breng je heupen en je billen helemaal naar achter en leg je voorhoofd op je matje neer. Heel goed, blijf rustig ademhalen naar je borst. Ontspan je schouders, ontspan je nek. En dan gaan we in deze houding, kom je iets omhoog en breng je linkerarm helemaal onder je rechter door en dan ga je op de linkerzijkant van je hoofd liggen, je linkerschouder. En dan probeer je die schouder echt een beetje te pletteren in je matje. Voel maar dat je spanning in je schouder los kunt laten. Adem naar je borst en naar je schouder. Laat je gezicht ontspannen. Je trekt je buik naar binnen en je ademt naar je borst. Naar je borst en naar je schouder. Laat je lichaam zwaar worden, je matje inzinken. Laat de laatste spanning die nog in je schouders zit los. En we doen de andere kant. Dus dan ga je op je rechterschouder liggen en op de rechterzijkant van je hoofd. En voel dat je echt een beetje druk hebt op die schouder. Hè? Dat je je gewicht laat rusten op die schouder. En de rechterzijkant van je hoofd. Adem diep in, naar je borst, naar je schouder. En laat los. Adem nog een keer diep in naar je borst en naar je schouder. En laat los. Heel goed. En dan adem je in. Kom je langzaam weer terug omhoog. En dan mag je lekker gaan liggen op je rug, op je matje. Gaan we even ontspannen. Misschien wil je zelfs al wat warms aantrekken als je het fris hebt. Want als je op de grond gaat liggen, krijg je het altijd wat frisser. Ga maar lekker liggen in Savasana. Ontspan je benen, ontspan je armen. Draai je hoofd een paar keer naar links en naar rechts. Zodat ook je nek ontspannen is. Heel goed. En dan adem je heel diep in naar je buik. Houd je adem vast. En laat los. Dan doen we nog twee keer. Adem maar heel diep in naar je buik. Houd je adem vast. En laat los. Laat je lichaam zwaar worden en diep wegzinken in je matje. En dan de laatste. Adem diep in. En laat los. Ontspan je gezicht, ontspan je schouders, je armen, je handen en je vingers. Ontspan je rug, je onderrug, je heupen en je billen. Ontspan je benen, je voeten en je tenen. Laat je lichaam helemaal ontspannen en voel waar je lichaam je matje raakt. De achterkant van je hoofd, de achterkant van je schouders, je onderrug en je billen, je kuiten. En je hielen. En laat daar waar je lichaam je matje raakt, je lichaam naar beneden zakken. Nog meer ontspannen. Voel die zwaartekracht trekken aan je lichaam. En je diep ontspannen. Adem rustig in en uit door je neus. Als je inademt.
voel je de lucht naar binnen stromen door je neus. En als je uitademt, voel je hem ook weer naar buiten stromen door je neus. Richt je aandacht op je ademhaling, de in- en uitademing door je neus. En merk dan op dat het puntje van je neus koud is als de lucht naar binnen gaat. En warm is als de lucht naar buiten gaat. Richt je aandacht op je ademhaling, het puntje van je neus, warm en koud. Focus je aandacht volledig op die ademhaling en het puntje van je neus. Al je andere gedachten zijn naar de achtergrond. Je lichaam is zwaar en ontspannen. Adem dan weer een keer heel diep in naar je buik. Houd je adem vast. En laat los. Dan doen we nog twee keer. Adem maar heel diep in naar je buik. Houd je adem vast. En los. En dan de laatste adem diep in. En laat los. Laat jezelf dan weer rustig ontwaken. Beweeg misschien je vingers heen en weer. En je voeten. Beweeg je onderkaak naar links en naar rechts. En naar boven en naar beneden. Beweeg je wenkbrauwen op en neer. Adem nog maar een keer diep in naar je buik. En los. En dan breng je je rechterknie naar je toe. Trek hem goed naar je toe, zodat je die strekking voelt in je rechterheup. Laat je schouders ontspannen. Je kin is een klein beetje richting je borst. Je maakt een soort driedubbele onderkin. En voel je nou niet die strekking in je rechterheup, duw dan zachtjes met je knie tegen je handen aan. Trek je buik naar binnen, adem met je borst, maak er een actieve houding van. Je schouders ontspannen. Je voelt die strekking in je heup. Heel goed. En dan gaan we van been wisselen. Breng je rechterbeen weer terug op je matje. En dan komt je linkerbeen naar je toe. Pak een beet, trek hem goed naar je toe. En voel dan die strekking in je heup. Voel je die strekking niet in je heup, dan duw je zachtjes met je knie tegen je handen aan. Je kin is richting je borst. Je maakt een driedubbele onderkin. Je schouders zijn ontspannen. Je trekt je buik naar binnen, zodat je onderrug goed op je matje blijft. Adem maar diep in naar je borst. Naar je schouders. Laat je schouders ontspannen. Maak er een actieve houding van. Voel die strekking in je heup. En laat dan beide benen weer ontspannen liggen op je matje. Adem een keer diep in naar je buik. En los. Dan doen we nog een keer adem diep in naar je buik. En los. Dan leg je je handpalmen neer op je matje. En leg je handen een klein beetje aan de zijkant onder je billen.
Je brengt je rechterbeen omhoog, je flext je rechtervoet en dan ga je hele kleine cirkeltjes draaien met je rechterbeen. Span goed die buikspieren aan, trek je navel naar je ruggengraat toe. Kleine rondjes. Houd die buikspieren goed aangespannen en probeer je linkerbeen ontspannen te laten liggen, die heb je niet nodig. Dan ga je het rondje wat groter maken. Houd je buikspier goed aangespannen. En merk dan op of dat je met de klok mee aan het draaien bent of dat je tegen de klok in aan het draaien bent. Het is wel interessant om te weten waarmee je begint. De meeste mensen beginnen met de klok mee, maar misschien begin je wel tegen de klok in. En ga dan het rondje steeds groter maken. Heel groot, zo groot als dat je kunt. Heel goed. Maak hem dan weer iets kleiner. Nog niet heel erg klein, maar gewoon weer iets kleiner. Houd die buikspieren goed aangespannen. En dan gaan we naar heel klein. En dan gaan we de andere kant opdraaien. Blijf je buikspieren goed aanspannen. Houd je voet goed geflext. En dan maak je hem weer iets groter, het rondje. Houd hem vol. Het is een pittige oefening. Blijf goed ademhalen naar je borst. Want je kunt niet naar je buik ademhalen. Je buikspieren zijn aangespannen. En dan ga je hem weer heel groot maken. Zo groot mogelijk. Ja, nog even volhouden. Nog drie. Nog twee. En de laatste. Dan maak je hem weer wat kleiner. Bent er bijna. En dan heel erg klein. En dan ontspan je dit been. Schud hem even lekker los. Adem een keer diep in naar je buik. En los. Dan doen we nog een keer. Adem diep in naar je buik. En los. En dan gaan we de andere kant doen. Je tilt je linkerbeen op. En dan begin je met kleine rondjes draaien. En merk weer op welke kant ben je aan het opdraaien. Tegen de klok in of met de klok mee. Span goed die buikspieren aan. Flex je voet, zodat ook alle spieren van je been zijn aangespannen. En probeer dan je rechterbeen ontspannen te laten liggen. En dan ga je hem weer wat groter maken. Nog niet heel erg groot. Maak hem wat groter, het rondje. Hou je buikspieren goed aangespannen. Adem met je borst. En dan gaan we naar heel groot. Zo groot mogelijk. En soms gaat hierbij je hip een beetje een klikgeluidje maken. Dat is niet erg. Maak je daar geen zorgen over. Nog twee. En de laatste. En dan maak je hem weer wat kleiner. Nog niet heel klein. Houd hem vol. Heel goed, en dan gaan we naar heel klein. Dan ga je bij heel klein de andere kant op draaien. We zijn er bijna. En vanuit heel klein maak je hem weer iets groter. En dan gaan we naar heel groot. Hou die buikspieren goed aangespannen. Laat je linkerbeen ontspannen of je rechterbeen ontspannen liggen. Blijf goed ademhalen. Heel goed. En dan gaan we weer naar iets kleiner.
Haal hem nog even vol en dan gaan we naar heel klein. Je bent er bijna. En ontspan je been. Schud hem los. Adem maar diep in naar je buik. En los. Dan doen we nog een keer. Adem diep in naar je buik. En laat los. Dan breng je je handen niet bij je billen, maar je brengt ze bij je onderrug. Je handpalmen zijn nog steeds naar je matje toe. We gaan de vis doen. Dan breng je ellebogen zo dicht mogelijk bij elkaar. En dan loop je je billen zo hoog mogelijk op je handen. Dan breng je je borst helemaal omhoog. Je strekt je tenen. En dan laat je je hoofd naar achter hangen, zodat je hoofd net je matje raakt. Adem maar heel diep in naar je borst als je in de vis ligt. En laat los. En probeer die nek te ontspannen. Voel al je klieren aangestrekt zijn. Adem maar diep in naar je borst. Al die klieren die zitten daar in je nek. Laat je gezicht ontspannen. Strek die tenen. Duw je billen maar een beetje tegen je handen aan. Je borst is omhoog. Adem heel diep in naar je borst. En los. Blijf goed ademhalen naar je borst. Houd hem vol. Laat je nek ontspannen. Ondanks dat er veel spanning is daar bij je nek. Open je borst. Het is echt een hartopener, een borstopener. En daar komt altijd veel spanning op je borst. En dan zal je zo meteen voelen als je klaar bent met oefening. Alsof er een gewicht van je borst is afgevallen. Adem maar in. Breng je hoofd omhoog. En als je uitademt, ga je weer helemaal ontspannen liggen. Adem nu diep in naar je borst. En voel dat je veel meer ruimte hebt om adem te halen. En laat los. Dan doen we nog een keer adem diep in naar je borst. En los. En dan breng je beide knieën naar je borst toe. Pak ze beet. Trek ze goed naar je toe. Voel dat je je onderrug goed in je matje duwt en je rug. En dan ga je even lekker heen en weer schommelen, bewegen. Zoals jij dat prettig vindt. Je masseert als het ware je eigen rug. En door je hoofd een beetje op te tillen kun je tussen die schouderbladen masseren. Maar je kunt ook lekker alleen die onderrug doen. Voel maar wat jij prettig vindt. Beweeg maar heen en weer zoals jij het prettig vindt. En dan gebruik je je benen om jezelf omhoog te trekken. En kom je in kleermakerszit zitten. Leg je handen even op je knieën neer. Dan van je rechterhand, je duim en wijsvinger, maak je een U. Je sluit je rechterneusgat af door aan de onderkant van je neusvleugel je vinger te zetten. Dus niet aan de zijkant, maar aan de onderkant. Je ademt in door je linkerneusgat. Dan adem je uit door je rechterneusgat en sluit je met je wijsvinger je linkerneusgat af. Dus je ademt in links en uit rechts. En je kunt heel rustig in en uit ademen. Je hoeft niet diep in te ademen of heel hard uit te ademen. Gewoon heel rustig zoals je altijd in en uit ademt. Adem in links en uit rechts. Zorg dat je rug recht is. Je schouders zijn ontspannen. Je benen zijn ontspannen. Adem rustig in. Links en uit rechts.
Adem dan een keer heel diep in door je linkerneusgat. Houd je adem vast. En als je uitademt, adem je door beide neusgaten uit. Adem nog een keer diep in door je neus. En uit door je mond. Doe nog een keer adem diep in door je neus. En uit door je mond. En dan de laatste, adem diep in. En uit. Nou, dankjewel dat je er was. Als je wilt kun je nu nog in Savasana gaan liggen en even verder ontspannen. Namaste. En tot de volgende keer.